Het was eeuwenlang het meest winstgevende product van de Zeeuwse landbouw. En de plant leverde een rode kleurstof die vooral gebruikt werd voor het verven van textiel. Meekrap uit Zeeland stond bekend als de beste van Europa. Dit is de meekrapplant. Die wordt geteeld op bedden, heeft wortels die tot wel een meter diep reiken. En die moeten dus gewonnen worden met een spade, meespade. Het was zeer zwaar werk. De plant meekrap komt oorspronkelijk uit Azië. En al in de 14e eeuw werd het gewas hier verbouwd. Met name op Schouwen-Duiveland en Tholen. De Zeeuwse losse klei met zijn hoge gehalte aan kalk bleek uitermate geschikt voor de meekrapteelt. Nou, dit zijn dus de wortels waar het allemaal om ging. Hier zat dus een rode kleurstof in. En die kon gebruikt worden in de textielindustrie. En je kunt het ook nog enigszins zien aan de wortels dat ze een roodachtige kleur hebben ook. De meekrap was geen makkelijke plant. Het gewas stond 2 tot 3 jaar op het veld voordat het geoogst kon worden. Het gaf hoge opbrengsten, maar bracht ook grote risico's met zich mee. Teelt had voor de boeren zeker de nadelen. Je had natuurlijk 1 of 2 jaar geen oogst, dus geen inkomsten van dat stuk land. En er kwam nog eens bij dat het enorm duur was om te telen. De loonkosten waren geweldig hoog en er moest heel veel arbeid aan besteed worden. Maar over het algemeen werd er goed aan verdiend, anders hadden ze het ook niet zoveel verbouwd. De rode kleurstof van de meekrap werd voornamelijk gebruikt voor het verven van wol, katoen, zijde en leer. Eind 17e eeuw was de Engelse textielnijverheid de belangrijkste afnemer. En was Zeeland veruit de belangrijkste leverancier van meekrap in Noordwest-Europa. De teelt van meekrap nam dus een geweldige uitbreiding vanaf het eind van de 17e eeuw. Tarwe was eigenlijk het belangrijkste gewas altijd voor de Zeeuwse boeren. Maar eind 17e eeuw gingen de prijzen ervan geweldig dalen. En toen gingen boeren naar alternatieven zoeken en die meekrap bleek dus uiteindelijk per hectare toch meer op te brengen dan tarwe. Hoewel, het was inderdaad ook een dure teelt en er waren heel veel arbeiders voor nodig voor het planten. Want het kon niet gezaaid worden, het moest geplant worden. 1 voor 1, 165.000 plantjes op 1 hectare. En dan moest het dus geoogst worden, daar had je ook hele troepen arbeiders voor nodig. Dus van einde er ver kwamen dus arbeiders naar Schouwen-Duiveland en omliggende eilanden om daar in de meekrap te werken. De wortels van de meekrap moesten nog een hele bewerking ondergaan voordat het de rode verfstof opleverde. Dat gebeurde in een zogenoemde meestoof. Meestoof was een klein fabriekje waar de wortels tot poeder werden verwerkt. In het najaar kwamen de eerste wortels daar aan. Die werden gedroogd hier in het centrale gedeelte. Als ze dan van vuil ontdaan waren, dan gingen ze naar de zogenaamde warme stoof. Dat was een oven die er helemaal aan het eind zit. En daarna werden ze dan echt tot poeder verwerkt. Dat gebeurde hier in het zogenaamde stamhuis met een molen die werd aangedreven door paarden. En bijzonder is dat het gedreven werd door gespecialiseerde arbeiders die allemaal van Tholen kwamen en die dan gedurende het seizoen in of bij zo'n meestoof woonden. Op Tholen had ieder dorp zijn eigen meestoof, waarvan er in 1820 in heel Zeeland 44 stonden. Die zijn nu vrijwel allemaal verdwenen. Maar in bijvoorbeeld Noord-Gouwen op Schouwen-Duiveland is er nog wel één te zien. In de waag van het stadhuis in Zierikzee werden de balen meekrap gekeurd. Het keurmerk Zierikzee stond garant voor de beste meekrap. Vanuit de haven ging de meekrap als poeder in tonnen naar Rotterdam, van waaruit het naar heel Europa verhandeld werd. Vanaf 1826 kwam de teelt van meekrap onder druk te staan. Eerst door de Franse uitvinding van Garancine, een verbeterd meekrappreparaat. Het werd fabrieksmatig en dus goedkoop gemaakt. En ook in Zeeland verschenen Garancine-fabrieken. Maar het definitieve einde van de meekrapteelt kwam in 1868 door een Duitse uitvinding om de rode kleurstof synthetisch te fabriceren. Dat materiaal bleek dezelfde kwaliteit te hebben als de meekrap en bleek bovendien veel goedkoper te zijn. Meekrapprijs kelderden. De Zeeuwse landbouw kwam toen echt in een crisis. Ze hebben toen een oplossing gezocht door te beginnen met de suikerbietenteelt, onder andere. En dat is toen de belangrijkste teelt van de Zeeuwse landbouw geworden. En de meekrap was eigenlijk aan het begin van de Eerste Wereldoorlog helemaal uit Zeeland verdwenen. De meekrap is lange tijd weg geweest in Zeeland. Maar het gewas wordt af en toe nog wel verbouwd. Al was het maar omdat ambachtelijke en creatieve kledingontwerpers nog steeds graag werken met de originele rode verfstof.
Dit is mijn meekrabbad. Daar zit gedroogd meekrab in. Het is alsof je soep kookt. Ik vind een heel oud ambacht ook belangrijk om dat in stand te houden. En mijn voorouders hebben dat gedaan. En ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen daar ook mee door zullen gaan. En dat weer doorgeven. Dat het niet verloren gaat. Het is zo typisch Zeeuws. Vanaf de late middeleeuwen tot aan de 19e eeuw was Zeeland dé leverancier van de kleur rood in West-Europa. Met name voor textiel. Dat hadden we te danken aan de plant die deze kleurstof leverde en die hier veel werd verbouwd. De meekrab.